Het kan wel eens voorkomen dat je niet lekker in je vel zit, dat je ongelukkig bent of onzeker door een bepaalde situatie uit het verleden, door de liefde, werkdruk. En dan kan je wel wat hulp gebruiken. En Monique, jij biedt die hulp, hè? Ja, dat klopt. Ja, en dan met name aan vrouwen. Wat is nou het verschil tussen het coachen van mannen en vrouwen? Mannen en vrouwen functioneren heel anders. We zitten niet alleen van de buitenkant anders in elkaar, maar ook emotioneel. En daar hebben we dus ook een hele andere aanpak bij nodig. En jij biedt onder de naam Monique Stamcoaching 1-op-1 gesprekken aan, toch? Ja, dat klopt. Ik heb verschillende trajecten lopen. Loopbaantrajecten, reïntegratietrajecten, een online programma. En in het online programma kunnen vrouwen in 12 stappen met heel praktische opdrachten, oefeningen, weer het roer in handen nemen, zeg ik altijd, van hun eigen levensgeluk. Maar ook zijn er vrouwen die gewoon niet lekker in hun vel zitten, die zich niet gelukkig voelen. En voor die laatste categorie werk ik heel specifiek met een methodiek, de Creatrix-methodiek, die heel speciaal ontwikkeld is voor vrouwen. En wat daar bijzonder aan is, is dat de epigenetische factor meegenomen wordt. Nou, wat is de epigenetica? De epigenetica is eigenlijk de wetenschap waarin al is aangetoond dat we niet alleen maar ziektes overerfd krijgen, maar ook emoties en gedachten. Dan kan het dus heel goed zijn dat jij, of ik, of andere vrouwen, met negatieve emoties of gedachten rondlopen die wij zelf niet hebben opgedaan, maar die voortkomen uit vorige generaties. Ja. En je moet natuurlijk het probleem bij de kern aanpakken. En niet alleen maar wat er nu speelt. Om te zorgen dat je op lange termijn ook duurzaam je fijner voelt en dus gelukkiger. En waarom is het zo belangrijk om je specifiek te richten op een loopbaan- en reïntegratietraject voor vrouwen? Ja, dat is een hele goede vraag. Vrouwen hebben het heel hard nodig dat zowel hun hoofd als hun hart, als hun onderbuik, hun intuïtie, op één lijn liggen. Waar mannen heel rationeel in de wereld staan, hebben vrouwen veel meer hun emoties nodig om zich gelukkig te voelen. En wat ik heel vaak merk bij vrouwen is dat ze zich na afloop veel rustiger voelen, omdat heel veel van die negatieve gedachten die ze hebben verdwenen zijn. Ze kunnen makkelijker loslaten. Ze ervaren de wereld op een andere manier daardoor. Doordat ze de wereld anders ervaren, reageren ze anders. Maken ze andere keuzes, waardoor ze zich gelukkiger voelen. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om, toch? Daar gaat het uiteindelijk om. Dankjewel, Monique. Ik vond het heel interessant. Graag gedaan.